En dan is het weer tijd voor My Team Carré Mode. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video. Aflevering nummer 70 staat op het punt te beginnen. Canada, jazeker, ronde nummer 6 van seizoen 5. Nog 10 rondes eraan en dan zit seizoen 5 er alweer op. Goed verhaal. Dus het schiet al aardig op. Vorige wedstrijd, de race niet gewonnen. Verstappen won daar zijn allereerste race voor ons door... Ja, een uitstekende wedstrijd van hem. Wij werden tweede en staan er goed voor bij de vehicle performance comparison. En hebben Ferrari genaderd. Er komen twee flinke updates aan van de motor. Dus dat moet de motor dus beter zien te maken. Dat had u echt niet verwacht. Maar goed, heb je die vorige video dus in Azerbeidzjan gemist? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. Klik erop en zet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon... Ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Dan zou ik dat zeker weten even doen. Anders stuur ik iemand op je af. Dus bereid je maar voor. Dus gewoon abonneren als je nog niet hebt gedaan. En als je nieuw bent op mijn kanaal... Laten we pushen naar die 170 abonnees. Het zou mooi zijn als we dat gaan halen. En ja, dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 70 van F1 22 My Team Carré Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Helaas begint het niet goed. We hebben een... Wat is het? Een lubricatiesysteem fout. Een olie... Ergens is er olie gelekt of een oliedrukprobleem, weet ik het allemaal. Maar goed, dat betekent dat wij even 1 minuut en 19 seconden moeten gaan wachten. Nou kunnen wij die tijd gewoon overslaan, dus het is geen probleem. Dat gaan we ook gewoon doen. En dan, ja, moeten we kijken wat we kunnen gaan doen. Hopen dat dit probleem is opgelost en dat het niet meer terugkomt. Zijn we aanbeland bij onze eerste ronde in Q1. En DRS geopend en dan gaan wij een ronde beginnen in Canada. De eerste twee bochten nemen wij uitstekend, zo hoort het. Dan daar helaas een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. En dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste run. DRS geopend. En dan laten wij een P6 noteren. Met een 1.10.556 volgens mij. Aanbeland bij het einde van Q1. En hopen dat deze ronde beter wordt. We staan inmiddels op een 7e positie. Latifi moet daar even oppassen. En dat doet hij uitstekend. Zitten in het groen met paars in sector 1. Groen in sector 2. En dan laten wij een 1.10.0 noteren. Op een 10e van Verstappen. En hier zitten we per ongeluk een Ferrari in de weg. Maar goed, dan zijn we aanbeland bij Q2. Met nog ongeveer 2 minuten en 20 seconden op de klok. Iedereen gaat nu naar buiten voor een tweede run. Wij houden het dus maar bij 1 run. Maar goed, dat kunnen jullie gewoon zien op het scherm. Hopen dat wij geen last hebben van rijders die nu het circuit opkomen. Jazeker, hebben van niemand last. Kunnen gewoon doortrappen. Aan het einde van mijn eerste en hopelijk laatste run in Q2. En dat is een 1.9.659. De snelste tijd, jazeker. Goed gedaan. Er zit daar per ongeluk een Red Bull in de weg. Zijn aanbeland bij Q3. Laatste kwalificatiedeel dus op dit circuit. En kijken of wij ook misschien naar de pole position kunnen toerijden. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd wat Max Verstappen kan. Is het vooral afwachten wat de rest doet. En dan komen we aan bij start-finish. En dat is
een P2 op tienduizendste van Verstappen, een tweede tijd. En daarbij blijven wij ook, oftewel iedereen is naar buiten gegaan voor een tweede run. Wij doen het maar met één run en het is uiteindelijk een vierde plek geworden op ruim vijftiende. Een halve seconde is Verstappen los van ons en de rest. En is het op naar de race voor aflevering nummer 70. Daar gaan we dan. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7 mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. That speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, the Professor, Alex Albon, and Leclerc, Russell, Ocon, Perez, and Pierre Gasly, Tsunoda, Fernando Alonso, Daniel Tictum, and Magnussen, Mick Schumacher, Latifi, Oscar Piastri, and Guan Yu Zhou, Richard Vachon, Teo Pourchaire, Stroll, and Robert Schwartzman. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Alongside me to discuss all the action today is Natalie Pinkham. Thanks for joining us, Natalie. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So, with the cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. We doen dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze wedstrijd. Dus kijken of dat ook gaat lukken. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Starten op P4. Ja, heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. En dan komen we aan bij de startprocedure in Canada met Max Verstappen op pole position. Carlos Sainz op P2, Lando Norris op P3 en wij dus op P4. Albon 5 en Charles Leclerc 6. Bijna iedereen staat op die medium band. En komen keurig in de gridslot terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 70 van F1 22 My Team Career Mode. Starten dus op de vierde plek. En de lampen gaan aan voor de grote prijs van Canada. En ze zijn uit en we zijn onderweg komen. Goed weg. Albon is ook goed weg. Wij knijpen hem al af. En dat is een touché met Lando Norris. Hij is teruggewezen tot de vierde positie. En daar aan de buitenkant bij Carlos Sainz. Dat is P2. Jazeker, goed gedaan. Max Verstappen dus goed weggekomen van zijn gridslot. We kunnen hier misschien al kijken. Maar helaas, Max had een betere exit in de openingsronde van de race. Zitten er hier dicht op, maar kunnen helaas helemaal niks. Einde ronde nummer 2, begin ronde nummer 3 is het. Als we hier dan iets kunnen proberen, jazeker. ERS open gooien, Max doet dat ook en hij rijdt al wat weg van ons. En wij noteren snel zijn race ronde 1.12.9.9.1. En daar aan de binnenkant zaten wij en dat is de leiding veroverd in de grote prijs van Canada, jazeker, in ronde nummer 3 hebben wij dus de leiding veroverd. Goed gedaan, nu is het wegrijden van Max en co. Ronde nummer 6 is het, als we daar een klein foutje maken en dan ziet Verstappen. Die heeft hier de snelheid en wij hebben maar weinig ERS meer over. Daar zit Max te kijken aan de binnenkant, we knijpen hem af, lukt niet. Max zit daar nog en wij gaan hier
helaas van het circuit af. Komen terug, hebben een flink moment wielspin op de exit. Max zit daar nog steeds, maar kan hier niet profiteren. Snijden naar binnen en Verstappen wordt flink geblokkeerd in ronde nummer 7. Goed gedaan, goed verdedigingswerk van ons. Prima battle met Max. Tot zover het allemaal goed gaat. Einde ronde nummer 7. Als Verstappen daar probeert aan de binnenkant, maar wij geven niet op. En nemen daar de verdere lijn in de laatste bocht, jazeker. En zo hebben wij nog steeds de leiding in handen. En dan zitten we in de 8e ronde van de race. Nog steeds met een 1:15.669 hebben wij genoteerd als laatste raceronde. En wij hebben nog steeds zelfs raceronde in handen met een 1:12.620. Ronde nummer 10 is het. Als iedereen nog steeds rijdt in deze grote prijs. Gele vlag, dat zeg ik wel. Maar er is een gele vlag, omdat daar iemand is gespind. Mick Schumacher, uitgevallen in de race. En de safety car is uitgeroepen. De safety car op de baan. Omdat Mick Schumacher is gecrashed bij de laatste bocht. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band. En hopelijk komen wij mooi terug. Ja, niet in verkeer. Maar ik hoop echt een beetje rond P7, P8 zoiets. Want dan hebben wij nog zicht op de zegen. Een prima pitstop, 2,4 seconden en we zijn weer onderweg. Max Verstappen leidt de race. En wij komen terug op een P10. P9, sorry. Op een P9 komen wij terug de baan op. Jazeker, doen we goed. Dus hebben eigenlijk maar 8 posities verloren. Aan boord bij Mick Schumacher wat er is gebeurd in de laatste bocht. Verliest hem en knalt eigenlijk volledig tegen de muur aan. Achterkant beschadigd en Schumacher uitgevallen in de race. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als Max Verstappen het tempo mag gaan bepalen in de race. We moeten wakker blijven, want Max is snel. En wij moeten ervoor zorgen dat wij hem zo snel mogelijk kunnen gaan passeren. En we zijn weer los in de grote prijs. Jazeker, groene vlag wordt gezwaaid daar aan de binnenkant van Gasly kijken. En dat is P8. Hier aan de buitenkant proberen van Esteban Ocon. Lukt dat? ERS opengooien, Ocon is gezien. Jazeker. Goed gedaan. En nu op naar George Russell. Voor P6. Hier nog niet. De batterij ziet er goed uit. We kunnen overdek gebruiken om hem te passeren. Maar ja, dat weten we al. Dus dat hoef je ons niet nog een keer te vertellen. En hier dan misschien op de exit. Russell proberen. Hij verdedigt die binnenkant. We kijken hier dan toch naar die binnenkant. En pakken gelijk Charles Leclerc mee. Jazeker. En dat is P5. Goed gedaan. Albon ook gepasseerd. Norris ook gepasseerd. En daar hebben wij Carlos Sainz. Voor P2. Max rijdt daar niet al te ver voor. We kunnen hier nog helemaal niks helaas. Op de exit misschien. Via de buitenkant. Jazeker. En het is P2 in ronde nummer 17 van de wedstrijd. De volgende heet dan Max Verstappen. En die is naar binnen gedoken. En we rijden aan de leiding in ronde nummer 23. Als het daar geel is in sector 1. Omdat er iemand gaat stilvallen volgens mij. En het is Lance Stroll die uit gaat vallen in de wedstrijd. Herhaling van de Canadees die hier denk ik een motorisch probleem had. Want ja, het is een gewoon een normaal incident. En moet de strijd hier staken. 2 uitvallers tot nu toe. Mick Schumacher en Lance Stroll. Interessant. En dan zitten we in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Als het gat naar max 24,6 seconden is. Al flink vergroot. Goed gedaan. Terwijl het geel is in sector 1. Nu is het geel in sector 1. En er is iets gebeurd. En Ocon uitgevallen. Gasly uitgevallen. De safety car op de baan geroepen. En dit is een perfect moment om naar binnen te duiken voor de zachte band. Wat een timing. Wat een timing. En dan komen we mooi voor Max weer de baan op, want het gat is 26,3 seconden.
2.5. Een prima pitstop. En zijn naar de zachte band gegaan. Want er zijn nog maar 6 rondes te gaan. Dus ja, dan kan je beter voor de allerzachtste band kiezen. En aan het einde van de rit zo snel mogelijk trappen. En daar heb je weer Bernd Mailänder. Voor de tweede keer uitgeroepen in een grote prijs. Aan boord bij Esteban Ocon. Wat is daar dan gebeurd? Oh, Lando Norris is zijn auto kwijt en Ocon raakt hem. En ook Gasly is slachtoffer. Heel veel mensen rijden op elkaar door een spin van Lando Norris aan boord bij Dan Ticktum. En die raakt Nicola Latifi. En heeft een voorvleugel beschadigd. Maar kan door. Aan boord bij Pierre Gasly. Die reed vlak achter George Russell. Oh, en Gasly stuurt gewoon naar Ocon toe. En dat is ook uitvaller nummer 4. Gasly weg. Aan boord bij Alonso. Wat ziet hij dan? Rijdt achter Nicolas Latifi. En Alonso rijdt ook zijn voorvleugel kapot. Nou, een goede race. Een bizarre race tot nu toe. En dan duikt de safety car naar binnen in ronde nummer 31 van de wedstrijd. En dan gaan we met nog 4 rondes te gaan. Het tempo bepalen. En ik denk gewoon dat wij hem in de tas hebben. Want iedereen rijdt op oude versleten harde banden. Dan Ticktum is trouwens ook uitgevallen in de wedstrijd. Dan Ticktum weg. Nog 17 rijders in competitie. Een bizarre wedstrijd tot nu toe. En moeten hopen dat Max zometeen geen slipstream kan krijgen van ons. Want dan kan hij nog wel eens gevaarlijk worden. De safety car is in pitlane. En wij mogen tot aan het zwart-witte, tot aan de start-finishlijn, het tempo bepalen. En hier doen we dit heel slim. Gaan Max hier blokkeren. En trappen nu het gaspedaal in. En zijn wakker gebleven. Max is niet wakker. Gat is al ruim 18e in ronde nummer 32. En moeten nu zo hard mogelijk stampen voor de snelste raceronde. Dat is nu een 1.12.178. En gat naar Max is 1.7. Al gelijk vergroot tijdens de herstart. En dan zijn we aanbeland bij start-finish. En dan winnen wij hier de wedstrijd. Jazeker, Max maakt er weer een 1-2'tje van. Goed gedaan. En dat is op naar de volgende wedstrijd. Hey, you've done it! Well done! Great stuff, baby! Great stuff! So after a day of mixed fortunes up and down the field, we bring today's race to a close. So, Nathalie, what do you think helped them deliver this result? Taking care of the car was absolutely vital today. It's been obvious all weekend that the pace was there, but look at the attrition rate we've had. They would have been very concerned about any minor anomaly towards the latter stages of the Grand Prix. What a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. Max maakt er een 1-2'tje van. Jazeker, pakken ook de snelste racepunten. Dus in totaal de volledige score als team gepakt. Norris krijgt een 5 seconden tijdstraf, zie ik. En heel veel uitvallers. Ook Latifi krijgt een tijdstraf van 5 seconden. Ticktum, Gasly, Ocon, Stroll en Schumacher allemaal uitgevallen.
51 punten verschil naar Leclerc. Max komt dichterbij, jazeker. Doet hij goed. En 79 punten voorsprong op Ferrari. Dus we staan er gewoon nog steeds extreem goed voor. Jazeker, zo mogen we het zien. Dan de rivaliteit breakdown met mezelf en Leclerc. En die rivaliteit is dus van ons. 1400 acclaim erbij, jazeker. Er is niks veranderd bij het team acclaim, dus ja, alleen maar goed om te zien. Van alle sponsoren inkomsten binnengehaald, $1,18 miljoen erbij. Max en ik hebben schade gereden, $63.000 ook erbij. Jammer, helaas. $19,7 miljoen op de bank. Jazeker, doen we goed. En dat kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. En over een aantal weken het contract van Max. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me of je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 Mighty Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat jij nooit meer een video meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam en inschrijving @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Giannan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Today I feel disabled.